Voor de MULO-scholen die beschikken over een vierde klas is vandaag het eindexamen gestart. In heel Suriname zijn er bijkans 84 MULO-scholen. Voor dit schooljaar zijn er de volgende aanmeldingen van examenkandidaten. MULO 4 eindexamen, 5.991 kandidaten. MULO 3 toelatingsexamen HAVO VWO NATIN, 5.665. LBGO 4 eindexamen, 1288. LBO 1 toelating tot MULO, 450 kandidaten. En GLO 6 toelating MULO LBO, 11.615 kandidaten. Volgens het examenbureau is er elk jaar een toename van het aantal GLO-kandidaten. De GLO-leerlingen zullen van 18 tot en met 20 juli de eindexamens of toets maken. Morgen staat de combinatie MULO 4 en 3 met Nederlands tekstbegrip, wiskunde B voor de B-kandidaten en boekhouden voor de A-kandidaten. Vandaag hadden de leerlingen van het vierde leerjaar de onderdelen samenvatting en tekenen. De Braille-kandidaten hebben vandaag alleen meegedaan aan het onderdeel samenvatting van het vak Nederlands. De leerlingen van het derde leerjaar, die ook mee kunnen doen aan het examen, starten morgen. Joyce Seiler, waarnemend hoofd van het examenbureau, verwacht dat de studenten een goede beurt maken. We leven in heel moeilijke tijden, waardoor je makkelijk wordt afgeleid, zegt ze. Toch hoopt zij dat de jongeren zich maximaal inzetten, concentreren om toch de eindstreep te halen. Het streven van het examenbureau is elk jaar toetsen en examens te produceren die aan de vastgestelde kwaliteitsnormen voldoen. De hoop is dat deze leerlingen met behulp van de examens de eindstreep zullen halen, omdat de SO- en kwartaalcijfers een zeer belangrijk deel uitmaken van de eindcijfers. Het MULO-eindexamen duurt tot en met woensdag 13 juli.